Bedankt voor de bloemen, Sam. Zeker weten, Freddy. Ze zijn prachtig. Ik ga nu door. Tot ziens, Sam. Dag, Freddy. Wauw! Hallo, Slompie Schildpad. Hallo, Freddy. Dit is voor jou, Slompie. Een opkikkertje. Een bloem voor mij? Bedankt, Freddy. Nog een fijne dag. Dag. Hallo, oma Octavia. Ik heb een bloempje voor jou meegebracht. Dankjewel, Freddy. Is er iets, oma Octavia? Iemand heeft mijn schatkist gestolen. Oma, de schatkist met al de zeewierzaadjes? Ja, Freddy, kijk maar eens naar de tuin. Alle planten sterven. Zolang we de schatkist met zaadjes niet vinden, hebben we niets meer om te eten. Ik zal de schatkist voor je vinden, oma Octavia. Oh, dankjewel, Freddy. Hier heb je mijn laatste broodje. Met Hollandse maatjes en pindakaas. Voor onderweg. Veel geluk, Freddy. Maak je maar geen zorgen, oma Octavia. Ik vind de zeewierzaadjes wel weer. Ik probeer een super salto te maken. Auw! Hey Freddy, ik weet vast dat jij geen super salto kan maken. Het is niet moeilijk, het is gemakkelijk. Wauw! Laat me nog eens proberen. Auw! Kijk Lubas, een fles. En er zit een briefje in. Hier lees ik. Om de schatkist van oma Octavia te vinden, ga naar de vulkaan. Ik ga rijk worden als ik de schat vind. We moeten de schatkist van oma Octavia vinden, want alle zeewierzaadjes zitten daarin. Als we ze niet vlug vinden, zullen alle vissen sterven. Ik help je met hen te vinden, Freddy. We hebben een paarse zeeegel gevonden. Sprotje, mami komt. Oh, ik zit vast. Al wat ik kan, kapitein. Oh. Het spijt me, Lubas. Oh, ik heb het niet eens gevoeld. Mijn zoontje, mijn klein sprotje zit klem in die grot. Maar ik raak nooit naar binnen. Kunnen jullie hem alsjeblieft terugvinden? Ja, mevrouw Heilbot. We zullen sprotje helpen. Freddy, Lubas, ik zit vast onder deze rots. Alsjeblieft, help me. Arg! Ah!
Ik zit vast. Wat kunnen we daaraan doen? Maak je maar geen zorgen, Sprotje. We zouden enkel een grotere plank moeten vinden om die rots van je vin af te krijgen. Wat een mooie schelp. Hebben jullie mijn Sprotje gevonden? Sprotje hangt vast, maar alles is in orde. Oh, godzijdank. We vonden nog een paarse zeeegel. Het is een houten plank. Het strand is die kant uit. Je hebt 3 emmers vol haringen om de dieren eten te geven. Ik gooi de haringen naar de hongerige dieren en jij kan de score bijhouden, Lubas. Op je plaats. Start. Het is etenstijd. Geef ze maar veel eten. Je was geweldig, Freddy. Je hebt nog 3 emmers vol haringen over. We kunnen er vandoor als de pijl flikkert. Hou je klaar? Dat was leuk, Freddy. Dat was het zeker. Maar laten we beter doorgaan met onze zoektocht naar de zeewierzaadjes van oma Octavia. Wat een mooie parel. Laten we het gaan halen. Maar Freddy, hoe gaan wij door het net geraken om bij de parel te kunnen? Hey. Hallo, Roggie Roggestaart. Je kan niet door het garnalennet zonder de super duper do capo capo gizmo. Maar je kan de super duper bdokaboka polygismo niet krijgen. Tenzij je me een uurwerk geeft. Waar gaan wij een uurwerk vandaan halen? Ga op zoek in de vuilnisbel. Dit is een sleutel. Ik ben benieuwd wat het opent. Hier ligt het oude walvisskelet. Oh! Het spijt me, Lubas. Oh, ik heb het niet eens gevoeld. Mijn zoontje, mijn klein Sprotje zit klem in die grot. We zullen Sprotje helpen. Ik zit nog steeds vast. Alsjeblieft, help me. Huh?
Kluwbaas, kom helpen. Ja! Mama! Sprotje, mijn klein engeltje. Jullie zijn allebei bedankt. Graag gedaan, mevrouw Heilbop. Omdat jullie mijn sprotje zo hebben kunnen verlossen, geef ik jullie deze mooie paarse zeeegel. Dankjewel, mevrouw Heilbop. Je schelp is te helder. Ik wou dat ik wat kon slapen, Freddy. Maar deze schelp, ze gloeit de ganse dag. Ze gloeit de ganse nacht. Ik wou dat ik ze kon ruilen voor een schelp die niet gloeit. Clovis, ik heb een nieuwe schelp voor je die niet meer gloeit. Freddy. Dat is prachtig. Een ogenblikje. Hier, Freddy. Misschien komt deze gloeiende schelp jullie nog goed van pas. Dankjewel, Clovis. Slaap lekker. Kluwbaas, we zouden ons beter haasten en de zeelierschat zoeken. Kom gerust naar binnen. We vonden nog een paarse zeeegel. Baas? De fles is hier niet, baas. Misschien heeft iemand anders ze eerst gevonden. Natuurlijk heeft iemand anders ze eerst gevonden. Jij garnale verstand. Kom aan, we moeten die fles vinden of we gaan naar de haaien. Maar baas, wij zijn haaien. Niemand raakt voorbij, Saladin Generaal. Maar we zijn op zoek naar de zeewierschat van oma Octavia. Als we de schat niet vlug vinden, zullen alle vissen sterven. Zeg, waar heb ik die grap nog gehoord? Luister, visjes, het is beter dat jullie nu weggaan, want anders moet ik jullie wel opeten. Lekker! Oma Octavia's wereldberoemde sandwich met Hollandse haringen en pindakaas. Ik denk toch dat ik jullie nu wel kan laten binnengaan. Veel geluk bij het vinden van oma Octavia's zeewierenschat.
De kust lijkt nu veilig te zijn. We vonden nog een paarse zee-egel. Langs. Kijk, Lubas, de vulkaan is aan de andere kant van het hek. Het hek zou verder open moeten. Het hek is nog niet ver genoeg open om erdoor te kunnen. Het hek is bijna ver genoeg open, zodat wij erdoor kunnen. Het hek gaat open. Kijk, de fles. Op het briefje staat: ga naar de vuilnisbelt. We vonden nog een aanwijzing voor de zeewierschat van oma Octavia. Het theater is die kant op. Jee, baas! De zeewierschat is hier niet. Ik weet niet waarom jij al die flessen hebt verstopt. Ik heb al de tips in flessen gestopt om de weg naar de verborgen zeewierschat gemakkelijker weer te vinden. Wel, als je de schatkist niet kan vinden, dan zal je op het matje geroepen worden bij de grote peilingvis. Alsjeblieft, baas. Niet de grote peilingvis. Ach, word wakker, jij garnalenverstand. Welkom meisjes, jongens en visjes van alle leeftijden bij het grootste onderzeeoptreden aller tijden. Jullie gaan hier vast enkele spannende momenten beleven vandaag, waarvan je kieuwen zullen sidderen van plezier. Klap nu in je vinnen voor ons eerste fantastische optreden.
schilder, Alberto Krap. Ik zou je graag mijn visengel geven, als je me hebt ontsnappen uit deze kooi. Deze sleutel zou je uit de kooi kunnen bevrijden, Alberto. Dank om het te bevrijden. Hier, ik krijg je mijn visengel. Laten we op zoek gaan naar de zeewierzaadjes van oma Octavia, Lubas. Het is een been. We hebben nog een paarse zee-egel gevonden. Kijk, Freddy, de fles. Nu zijn we rijk, rijk, rijk. Sst, Lubas. Laten we de honshaai vooral niet wakker maken. Lief hondje, hier is een been voor jou. Het lijkt alsof de kust nu veilig is. Nu kunnen we die fles oppakken. De aanwijzing zegt: ga naar het kasteel van de koning. De zeewierschat zou hier ergens zijn, Lubas. Niet de grote pijn. Och, word wakker, jij onnozele kwal. Jij bent de schat kwijt, dus nu zul je naar de grote peilingvis moeten. Alsjeblieft, baas. Niet de grote peilingvis. De grote peilingvis. Een uurwerk. Nu kunnen we dit uurwerk met Rogi ruilen voor zijn super duper doka boka polygismo.
Ik dank jullie voor dit uurwerk. Graag gedaan, Roggy. Neem nu deze superduper dokaboka polygismo. Dankjewel voor deze superduper dokaboka polygismo. Heel leuk om met jullie zaken te doen. Ik versta niet hoe wij met dat ingewikkeld ding door het garnalennet kunnen geraken. Oh, zo zit dat. Volg de parel. Waar denk je dat de parel is? Je hebt de parel gevonden. Proficiat. Hier, deze parel is jouw beloning. Maar slechts één parel per klant. Bedankt. De koning kan je nu ontvangen. En Lubas. Jullie zijn van harte welkom in mijn kasteel. Koning Krab, kan ik die fles alsjeblieft krijgen? Ik zou jullie wel graag deze mooie fles willen geven als ik van jullie een mooie parel krijg. Oeh. Wat een hemelse parel hebben jullie daar, Freddy en Lubas. Nu geef ik jullie graag mijn mooie fles. Dankjewel, koning Krab. Deze fles zal ons helpen bij het vinden van de zeewierschat. De boodschap luidt... De schat is verborgen in het gezonken schip. Lubas, laten we de zeewierzaadjes gaan halen op het oude schip. Ik weet precies waar het is. Ik hoop echt dat jullie de schat van oma Octavia vinden. Ik stopte al mijn aanwijzingen in flessen om de weg naar de verborgen zeewierschat makkelijker terug te vinden. Ik dacht dat ik de eerste fles verstopt had bij de driesprong. Dat was niet alweer. Maar, grote peilingtwist. Of zat de eerste fles verstopt in de grote? Vooruit, garnalenverstand. Denk na. De grote peilingtwist vertrouwde op ons om de gestolen zeewierschat voor hem te bewaren. Maar, grote peilingtwist. Oh nee, hij spuugt inkt. Ik weet weer waar de schat is. Vooruit, garnalenverstand. Kijk, Lubas, het gezonken schip. De
dit is de plaats waar de zeewierschat van oma Octavia zou moeten zijn. Jep, maatje. Al jaren verborg dat oude schipwrak al die schatten. We zoeken naar de schat van oma Octavia. Veel geluk, jongens. Dat oude schip trotseerde stormen, windhozen, donder en bliksem. Maar het zonk in de golfoorlog van 78. Hey, Freddy. Wat zou er achter dat raam verscholen zitten, denk je? Kijk, Lubas. Hier is de zeewierschat van oma Octavia. Ja, ik word rijk, rijk, rijk. Lubas, we moeten de zeewierschat van oma Octavia verdelen onder alle visjes. En bovendien is het vensterraam gesloten. En het vensterraam is veel te zwaar om open te doen. Als we een zwengel zouden vinden, kunnen we het vensterraam openen en naar binnen zwemmen. Laten we zoeken naar een handvat. Kijk, Lubas. Hier is de zeewierschat van oma Octavia. Ja, ik word rijk, rijk, rijk. Lubas, we moeten de zeewierschat van oma Octavia verdelen onder alle visjes. En bovendien is het vensterraam gesloten. En het vensterraam is veel te zwaar om open te doen. Als we een zwengel zouden vinden, kunnen we het vensterraam openen en naar binnen zwemmen. Laten we zoeken naar een handvat. Jullie kleintjes. Ik ben Phineas McFinn, de beste zeiler van de zeven zeeën. Arg. Arg is maar één woord dat alles zegt. Arg. Ik zeg arg voor geluk. Arg voor verdriet. Arg, kennen jullie dat niet? Ark aan bakboord, ark aan stuurboord, ark van voorsteven tot achterschip. Ark, ark jij zwabber, ark. En yo ho ho hum 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 hum. Ark, wat zeg je daar? Ark, ik versta je niet. Ark, nog één keer. Ark, heel goed, excellent. In feite. Ark! Het handvat is gebroken. Ark! Als je voor de oude Phineas een ander muziekinstrument kan vinden, dan zou ik het graag met je ruilen voor dit waardeloze handvat. Het lijkt alsof de katrol een zwengel mist. Nu zullen we de schat. Van pas komen.
jij deze kruk willen? Ai, mijn oude kruk. Dankjewel, maatje. Die oude mandolin heb ik nu niet meer nodig. Zouden jullie ze graag willen hebben? Ja, alsjeblieft. Bedankt. Phineas, ik heb hier een ander muziekinstrument voor jou. Goed. Hier, neem dit handvat. Dankjewel, Phineas. Er is maar één woord dat alles zegt. Arg. Ik zeg arg voor geluk. Arg voor verdriet. Arg, kennen jullie dat niet? Ark aan bakboord, ark aan stuurboord, ark van voorsteven tot achterschip. Ark, ark jij zwabber, ark. En yo ho ho hum 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 hum. Ark, wat zeg je daar? Ark, ik versta je niet. Ark, nog één keer. Ark, heel goed, excellent. In feite. Laten we de zeewierzaadjes halen van oma Octavia. Ongelooflijk, ik ga rijk worden. We hebben de schatkist van oma Octavia gevonden. De zeewierschat van oma Octavia. Ja! Arg, 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 arg. Oh-oh! Ik zei toch dat we de schat zouden vinden, baas? Oké, jullie, geef die schat hier. Nee, de zeewierzaadjes van oma Octavia zijn voor iedereen. Maar we moeten de schat naar de grote peilingtwist brengen. Dan kan hij wat zeewier zaaien. Als we de zaadjes verdelen, kan iedereen zeewier planten. De zeewierzaadjes delen? Hé, hey, baas! De zeewierzaadjes zijn voor iedereen. Wacht, ik heb een idee. We kunnen de zeewierzaadjes delen. Goed idee, baas. Ja! Ja. Laten wij aan de grote peilingtwist vertellen dat we zullen delen. Yep. Zeewier, je hebt het zeewier gevonden. Oh, prachtig zeewier. Ja! Je hebt de schat gevonden? Je hebt de schat gevonden. Ik heb de schat voor jou gered, oma Octavia. Wel, oké. Freddy heeft een beetje geholpen, maar ik heb het allemaal opgelost. Ik was heel dapper. Oh, daar twijfel ik niet aan, Lubas. Zo, kunnen jullie mij nu helpen om de zaadjes te zaaien? Ja!
was heel dapper, oma Octavia. Er waren hele grote, gemene haaien. Er waren wel 50 haaien. Ik ben van links naar rechts gezwommen. En ik heb super salto's gemaakt. Ik ben zo trots op jullie beiden. Waarom gaan we niet naar binnen? Dan kunnen jullie me al jullie avonturen vertellen.